Dit weekend wordt op verschillende plekken in Noord-Brabant het weekend van het varken georganiseerd. De intensieve veehouderij staat onder druk. De belasting van het milieu, dierenwelzijn. EDTV nam een kijkje op een van de modernste varkensboerderijen. Die van de familie van der Meijden uit Spoordonk. Waar niet alleen een terras met een zichtstal is gebouwd, maar ook opleidingen worden gegeven. Zelfs voor varkenshouders uit China en Vietnam. Kees van der Meijden geeft antwoord op een aantal vooroordelen. In een varkensstal verwacht je een hoop stront. Vroeger was dat ook wel. Tegenwoordig is dat nooit meer. Dus we hebben een speciale rooster dat de mest doorlaat. En dat we minder ammoniak hebben. Dus, Ja, dat is een andere vraag. Het stinkt ook normaal gesproken in een varkensstal, zou je zeggen. Maar hier ruik ik niks. Hoe kan dat? Nee, we hebben hier een nieuw groen labelsysteem. Daar doen we de mest terugkoelen tot onder de 15 graden. Dan komt er geen ammoniak vrij. Dus dat werkt plezierig. Voor mensen en dieren is het super in de stal. We zijn al een beetje gegroeid. Kijk, piggetjes. Een kijkje nemen tussen de varkens in de stal is niet mogelijk. Daar gelden strikte hygiëneregels. Dus blijft het bij kijken door de ramen naar de zogende zeugen en hun biggetjes. Het bedrijf van Van der Meijden opende in april van dit jaar de deuren, nadat 3 van zijn stallen in 2013 volledig afbrandden. Dit nooit meer, dacht de varkensboer en opende het modernste varkensbedrijf van Europa. Wij hebben hier nu een stal gemaakt, anno 2016. Ik denk dat dit de toekomst intensieve veehouderij is. En iedereen mag hier komen kijken. En ja, vertel eens, wat doe je dan als varkensboer van de toekomst? We hebben heel veel met brandveiligheid gedaan. We hebben heel veel voor de hoge gezondheid gedaan. Hè. Dus gezondheid en hygiëne en management heel veel maatregelen genomen. En dan krijg je een super modern bedrijf dat super loopt en voor mensen en dieren goed is. Kijk op varkensvandaag.nl om te zien welke varkenshouder dit weekend zijn stallen openstelt.